Alle dignitarissen komen in aanmerking voor 25% loonsverhoging. Dit gaf minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport vandaag voor aanvang van de wekelijkse ministerraadsvergadering aan. De bewindsvrouw stelt dat de eis van 100% loonsverhoging van deze groep ambtenaren, die al enige tijd ontevreden is, niet bewerkstelligd kan worden. Op dit moment zijn we dus bezig met de dignitarissen. Ze hebben dus enkele, ik weet niet, dat is het een maand geleden, gevraagd naar een verhoging. En we hebben ze hebben gevraagd naar 100% verhoging, maar dat is niet gelukt. Als u de begroting van ROS kent, dan lukt het niet om 100% te geven, dus we gaan met 25%. Jawel. De pers confronteerde de minister met de inbraken op het commissariaat Sipaliwini aan de Zwartenhovenbrugstraat. Volgens haar zullen er nu securitybedrijven ingezet worden voor de beveiliging. Dus kijk, in het begin zou het commissariaat zelf moeten betalen voor een beveiliging. Maar u weet het zo een beetje dat het commissariaat nagenoeg geen middelen heeft in het fonds. Wat wij hebben gedaan, we zijn nu bezig met ambtenaren om ze dus in te zetten als bewakers. Maar ik heb vandaag een raadsvoorstel meegenomen, zodat we voor de time being, want de mensen moeten getraind worden, voor de time being even een securitybedrijf kunnen inzetten. Want vooral boven Saramaka hebben ze dus alles meegenomen. De minister zegt verder dat er militairen ingezet zouden kunnen worden, zoals dat het geval was bij het toenmalig departement Sportzaken, dat nu onder haar ministerie valt. Het beleid van Defensie is echter gewijzigd, waardoor dit niet meer van toepassing is. De bewindsvrouw zegt dat de mogelijkheden daartoe echter weer bekeken zullen worden. Zo niet wordt het ook een securitybedrijf.